De gemeente Dronten hanteert strenge regels voor huisvesting van arbeidsmigranten en studenten in woonhuizen. De commissie bezwaarschriften heeft er echter op gewezen dat deze regels niet in overeenstemming zijn met de bestemmingsplannen. Aan wethouder Nico Verlaan de vraag wat er precies speelt. Even een slag terug. Wij hebben al een hele goede verordening, hè, voor huisvesting arbeidsmigranten. En we hebben al een verordening studentenhuisvesting. Daarin verandert dus niets. Dus daar wil ik even graag van deze gelegenheid gebruik maken om dat misverstand even uit de wereld te halen. Wat nu blijkt bij de toetsing van een drietal bezwaarschriften is dat er een jurisprudentie bestaat. Die zegt, als jij niet een goede omschrijving maakt van wat de definitie van een woning is en hoe die gebruikt mag worden, dat noemen ze gebruiksvoorschriften. Of je hebt geen verbod opgenomen in je bestemmingsplan dat het verboden is om met meer dan één huishouden in een woning te wonen. Dat je dan ruimte hebt om toch met meerdere mensen in een huis te gaan wonen. Nou, dat hadden wij niet voorzien. En toen zegt, dat is ook een ongewenste situatie. En daarmee zou je juist het voorstaande beleid, wat de gemeente Dronten een aantal malen ook uit heeft gesproken heeft, zou je ondergraven. Dus wij hebben als college het initiatief genomen om een voorbereidingsbesluit te maken. En in die zin om een goede begripsomschrijvingen en gebruiksvoorschriften op te laten nemen in de bestemmingsplannen. Het kwam er dus op neer dat in de oude situatie, bij de oude bestemmingsplannen, in principe overal studenten en arbeidsmigranten in een huis mochten wonen. Het is inderdaad een interessante opmerking zoals u het maakt. Dat zou kunnen. Wij zijn ervan uitgegaan dat die verordening het juist verbiedt, alleen met vergunning het mogelijk zou zijn. En nu achteraf, door de toetsing, door de commissie beroep en bezwaarschriften, die heeft ons aangegeven, het zou kunnen zijn als mensen met deze jurisprudentie in de hand door zouden gaan naar de Raad van State, zouden wel eens gelijk kunnen krijgen. En dat willen we gewoon voor zijn. Dus zeggen we, nou, als we dan daarin niet duidelijk genoeg zijn, dan doen we dat alsnog, door daar geen vragen over krijgen en niet het risico lopen dat bij de Raad van State appellanten in gelijk worden gesteld. Per 1 juli zijn de regels in overeenstemming gebracht met het beleid. Hoeveel huiseigenaren zijn er tussendoor geglipt? Zoals ik weet, het zijn het er 3. Er zijn 3 mensen die hebben bezwaarschriften ingediend en die zijn in hun gelijk gesteld door de commissie beroep en bezwaarschriften. En zijn er nog lopende aanvragen? Zover ik weet, als er aanvragen zijn, dan zijn ze aangehouden geweest. Maar ik kan van hieruit niet beoordelen wat er eventueel is binnengekomen via de post en registratie. Dus daar moet ik u het antwoord schuldig op blijven. In de gemeenteraad, tijdens de geheime gemeenteraadsvergadering, die toch deels is uitgezonden, sprak u over slordigheid. Wiens slordigheid is dit geweest? Mij, want ik ben verantwoordelijkheid wat hier in het huis gewoon gebeurt. Dus uiteindelijk vind ik dat de politiek de verantwoordelijkheid moet nemen en dat ben ik. Verwacht u nog politieke consequenties hiervan? Ik verwacht hier geen consequenties van, want het is altijd zo, mensen die de fouten erkennen, wordt iedereen sterker van. En voor de duidelijkheid, het gaat alleen om reguliere woonhuizen. Zaken als de Mordinel 33 staan hier helemaal los van. Die staan hier inderdaad los van, want die hadden andere bestemmingen. Edoch, als jij een groot gebouw zou hebben waar de woonbestemming op gezeten zou hebben. En de Mordinel is iets anders, dat weet u, heeft de zaak goed gevolgd en goed verslagen. Die zou hier niet onder vallen, nee. Er is dus eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand. Er was natuurlijk wel iets aan de hand, daar heeft u een punt van als we dit slordigheidje niet hadden opgelost, maar zo noem ik het, waar mensen werken kan wel eens een keer een foutje gemaakt worden. Dan moet je zo snel mogelijk herstellen, want we willen graag het beleid wat goed functioneert, waar iedereen tevreden mee is en het zou nog beter kunnen, graag in stand houden. En dus moet je deze reparatie plegen.